Weekoverzicht van 23 tot en met 27 december. Meneer de burgemeester, hartelijk welkom. Fijn dat u even tijd hebt om met ons te praten over het afgelopen jaar. Toen u net 100 dagen bezig was als burgemeester van Hilversum, toen hebt u een brief geschreven en de Gooi in 1 bode een open brief over de eerste ervaringen. Dat smaakt naar meer, zei u. Nu is het bijna nog 2 maanden en dan hebt u er 1000 dagen op zitten. Ja. Wat zou er in die 1000 dagen brief staan? Nou, de kop is nog steeds goed, denk ik. Dat smaakt naar meer, want ik heb nog steeds, het is nog steeds een ontdekkingstocht. En ik merkte het net ook bij die kerstborrel, daar heb ik nog het volk toegesproken, de ambtenaren. Toch zo'n 300, 400, 500 ambtenaren die hier aanwezig waren in Gooiland. En dat toch ook de organisatie is heel erg aan het veranderen. En ik sprak ook net een ambtenaar met vergunning en handhaving, wat toch een heel belangrijk fenomeen is ook voor bewoners, want die hebben daar ervaring mee met dingen, die regels die worden gehandhaafd. Die zei, als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden, dan is daar zo'n wereld van verschil. We zijn veel meer geïnteresseerd in de noden en de wensen van de bewoners. We zijn veel meer op maat aan het regelen. Nou, en dat is echt wel ook iets, ik weet niet eens of ik dat in die 100 dagen brief heb geschreven. Ik zou het er nu zeker in schrijven, dat we alleen maar successen kunnen boeken als we maatwerk leveren. Dat we niet alleen maar met die regels bezig zijn, maar echt kijken naar de omstandigheden, kijken naar de context van wat is er precies aan de hand, wat zijn de problemen. En ik moet zeggen, dat is niet altijd wat in de krant genoteerd wordt, maar daar ben ik heel veel tijd mee kwijt. Gewoon mensen die een brief schrijven of een mail aan mij sturen, burgemeester help. Waarom gebeurt dat niet vanzelfsprekend? Waarom moet ik daar tussen springen? En dat is, ja, dat moet dus nog steeds. Een voorbeeld, de bakkerij Burgt. Hè, wie kent hem niet? Die vrouw stuurde mij een briefje en die zei, wij willen graag een kopje koffie en een kopje thee schenken, zodat mensen bij ons een taartje kunnen eten. Ja. Hoe simpel. Niemand heeft er last van. Het is binnen, niet eens buiten. En het lukte ze niet. Nou, en daar ben Ze geen vergunning konden krijgen. Ja. Want de vergunningen waren op en er waren regels en er was een scheidslijn tussen het binnengebied en het buitengebied. Je wil het allemaal niet weten. Nee. En ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb meteen gereageerd, binnen 5 minuten, met die mail, want ik dacht, dit is belangrijk. En die mensen waren flabbergasted. Die dachten, die waren echt in shock. Zo van, dat is ook weer niet de bedoeling, dat de burgemeester binnen 5 minuten reageert. Toen ben ik er 2 dagen later met een ambtenaar toe gegaan. Ik zeg, wat is hier nou eigenlijk het probleem? Nou, het probleem was dat wij een verordening hadden geschreven waarin 5 vergunningen daar, 5 vergunningen hier. En als je zou zeggen, nou, dat maken we in 1 grote pot, dan was er weer ruimte. Heel simpel. Nou, dat hebben we gedaan. En de raad heeft het vorige week goedgekeurd. En ik ben naar ze toe gegaan. Ik zeg, nou, ga maar los. Bestel je tafeltjes, stoeltjes maar. En nog voor kerstmis kunnen ze het regelen. Ja. Nou ja, dat vind ik geweldig. Dat is leuk om te doen ook. Hè? Dat vind ik geweldig om te doen. Maar al die andere bakkers en slagers en kruideniers en andere winkeliers. Daar zit nog vaak, vind ik, onnodig een rem op. Ik snap het wel, er moeten regels zijn. Want als we geen regels hebben, dan gaat iedereen zijn eigen gang. Maar kijk naar de context. Kijk naar of je het op kan lossen. Ik zou mezelf, als ik die brief nu weer zou schrijven, want daar vroeg u naar, zou ik zeggen, mijn primaire rol is het onmogelijke mogelijk maken. Dat zou ik nu zeggen. Dat zou ik misschien mijn header zijn. Ja. Het onmogelijke mogelijk maken. En dat is in de politiek eigenlijk niet de norm. Maar hoe komt het dat u dat wel voor elkaar krijgt en ambtenaren of mensen die erover gaan, die er ook met de voeten in de modder staan, dat die dat niet voor elkaar krijgen? Ja. Is dat toch het gezag van de burgemeester? Ja, dat denk ik. Nou ja, er is er maar 1 van. Hè? Dus dat is wel ook wat ik heb ervaren in die 1000 dagen bijna. Dat, ik heb ook wel sombere momenten dat ik denk, nou, mij lukt niks en ze luisteren niet naar me en de wethouders zijn de baas en de raad is de baas en die burgemeester, die het liefst willen ze dat die linten doorknipt en dat die bloemetjes geeft aan 60-jarigen, wat ik met heel veel liefde en plezier doe. Maar ik wil natuurlijk ook dingen veroorzaken en dingen mogelijk maken.
En nou ja, er is er maar één van. En dat heeft dan net dat verschil. Je kan dus toch, ik weet niet of ik dat toen ook al gezien heb of gezegd heb op die 100 dagen, je kan toch een verschil maken als je het echt wil. Als je echt je vak serieus neemt. Ja. En dat is ook echt wel een vak. Je moet het leren. Het is niet iets wat je zomaar even doet. Dus ik denk terugkijkend ook wel dat ik toch wel, toen ik dus 58 was of 57, toen ik die brief schreef aan Remkes van, nou ja, ik wil wel burgemeester van Hilversum worden, dat ik toch echt geen idee had waar ik aan begon. Nee, en dat vind ik achteraf ook nog wel stoer ook. Dat ik denk, nou ja, ga maar. Het gebeurt ook niet vaak dat iemand uit een heel andere hoek, zoals u, burgemeester wordt. Nee. En ik koester dat toch ook nog wel. Hoor. Ja. Want ik ben een zij-instromer en ik ben een beetje een observant. Maar ik hou, en dat vinden ze dan niet leuk, want ze zeggen, ja, je bent nu toch van ons. Ja, ik ben van Hilversum, maar ik ben toch ook wel van mezelf en met mijn eigen ervaringen. Ik vind het wel leuk dat u het over die procedures hebt en die regeltjes. Want dat was inderdaad een punt dat u na 3 maanden, na 100 dagen zei van, dat verbaast mij dat er zoveel regels en procedures zijn. En dat je bepaalde dingen niet sneller op kan lossen. Nou, in die zin ben ik trouw gebleven aan dat uitgangspunt. Dat ik zei, niet alleen maar sturen op regels, maar op resultaat. Ik wil die organisatie veranderen naar een resultaatgerichte organisatie. En dat is wat we nu vandaag in die kerstborrel ook met elkaar nog weer eens afgesproken hebben. We gaan volgend jaar met een slankere organisatie, met minder afdelingshoofden, van 16 naar 7. Dus we gaan echt slank en hoogwaardig, zoals we dat dan intern zijn gaan noemen, gaan we die stad besturen. En daar heb ik heel veel fiducie in, hoor. Dat gaat lukken. Dat ons dat gaat lukken. En dat het Hilversumse model, dus van buiten naar binnen redeneren, dus niet van binnen naar buiten, maar de bewoners centraal stellen. Niet, wat ik ook zei, om ze altijd gelijk te geven, want dat wordt nog wel eens mij verweten van ja, die burgemeester die geeft iedereen maar gelijk, hè, waar die terk op. Nee, maar je moet het goede verhaal hebben. En als wij zeggen, nee, dit kan niet, dan kan het niet, maar dan moeten we wel het kunnen uitleggen. Als we het niet kunnen uitleggen, en vaak, aan die bakker kon ik het niet uitleggen. Ik kon niet begrijpen waarom die man niet dat kopje thee en dat kopje koffie, wat overal in de wereld kan. Hè? Maar dat zie je heel veel in bakkerijen. Ja. Zoals u erover spreekt, er straalt ook plezier uit. Ja, dat vind ik, daar heb ik ontzettend... Spat er vanaf. Ja, dat vind ik echt Dat leuk. Merk ik overigens ook als je met mensen praat in Hilversum. Als je je oor te luisteren legt, de mensen zeggen van ja, hij vliegt er overal in. Ja. Hij is overal, hij is geïnteresseerd. Dat is ook echt het leuke van mijn vak, vind ik. Dat je, ja, dat zeggen wel wethouders, die zeggen ja, je zegt veel te veel ja tegen de dingen. Want ik doe heel veel. En mijn vrouw zegt ook wel eens van nou, ik had gedacht dat dit een rustige baan zou zijn dan het hoofdredacteurschap. Want dat is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat is in wezen dit ook, toch. Ja, toch wel. Toch wel, ja. Ik merk net, we komen uit die receptie en u zit wel even gauw in de telefoon te kijken. Ja, wat zijn er nou berichtjes? Moet ik ergens op reageren? Nou ja, die snelheid die leer ik ook niet af. Hè? Nee. En dat vind ik ook, dat blijf ik dus houden. Dat ik zeg, ook wel eens tegen ambtenaren, en ik mag ook niet te kritisch zijn, maar dan krijg ik ook weer kritiek van jongen, je moet die ambtenaren serieus nemen en dat doe ik ook, maar dan zeggen ze ja, we bellen morgen of we regelen het volgende week. Dan zeg ik bel vandaag, regel het vandaag. Dat is natuurlijk journalistiek. Ja. Wat vandaag geregeld kan worden, morgen in de krant. Maar dat accepteren ze? Van mij wel, ja. Ja, ze mopperen denk ik wel waar ik niet bij ben, maar ze accepteren het wel. En ik heb echt leuke contacten en ik ben dol op bepaalde ambtenaren geraakt, omdat die in die stroom meegaan. En zo'n heel oudejaarsfeest wat we nu aan het voorbereiden zijn, hè, voor de tweede keer. Nou, dat is geweldig wat we allemaal van de grond krijgen. Dat is één groot evenement. Toen ik hier kwam, zat heel zo'n beetje in een groef van nou, oud en nieuw, dat is eigenlijk een soort gedemilitariseerde zone. Gooiland, een vuurbom. De politie was volop bewapend, de brandweer. En ik heb geprobeerd dat uit die groef te krijgen, uit die negatieve spiraal. Door meer dingen te organiseren, door de vuren, openbare vuren te verbieden. En nou ja, dat gaat nu voor de tweede keer weer lukken. Daar ben ik van overtuigd. En dan zie je dat er een heel evenement is. Er komt nu Sony Inc., er komt een band op het Lang Gewenst. De top 2000 gaan we verbinden met het Lang Gewenst, met het centrum. Zodat we kunnen aftellen op het Lang Gewenst naar de laatste plaat toe. Nou ja, dat hoort natuurlijk bij een mediastad als Hilversum. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. In die beroemde 100 dagen brief schreef u: de komende jaren worden cruciaal voor onze regio. Hoe gaan we gezamenlijk om met verkeer en vervoer? Hoe regelen we de zorg?
Hoe houden we onze unieke natuur in stand? Dat is een gezamenlijke opdracht, maar of het lukt, hangt af van de wijze waarop we die intensieve samenwerking organiseren. Ja. U hebt er een aantal initiatieven ontwikkeld de afgelopen tijd. Ja. Ik noem even de naam van Pieter Wensemius. Hoe staat het op dit moment met die samenwerking in de regio, in het Gooi? We hebben echt het afgelopen jaar heel veel stappen gezet door het rapport van Wensemius. Die heeft ons daar enorm geholpen. Een rapport van 9 velletjes, wat ik ook wel krachtig vind, stond alles in. En die heeft ruimte gegeven aan het debat over het creëren van Gooiland of van meer samenwerking in één gemeente. En hij heeft gezegd, jongens, die vechtgemeenten zoals Weidemeer en Wees, laat die hun eigen gang gaan, die voelen zich niet thuis in dat Gooi. En geef dat kans van succes om bij de Stichtse Vecht aan te sluiten. Dat gebeurt dus nu ook, met zoveel woorden. Daardoor heeft het Gooi zich meer op zichzelf teruggeworpen, is meer op zichzelf teruggeworpen. En er zijn nu, de provincie heeft dat rapport Wensemius geaccepteerd, de minister heeft het nu ook geaccepteerd in een brief. Zegt, nou, dat is de onderlegger voor de ontwikkelingen de komende jaren, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Nu is eigenlijk de fase 1, is dat Bussum, Muiden en Naarden zich gaan verenigen. Dan krijg je een gemeente van 60.000 inwoners. Nou, dat kan. Is in ieder geval een schaalgrootte. Dus we gaan met minder mensen om de tafel zitten. Ik zou willen dat Hilversum zich daarbij aansluit. En die kans is er als de verkenners die zich nu gemeld hebben. De oud-commissaris van de Koning in Overijssel. Die daar zich mee bezig gaat houden. En als die in april concluderen dat het heel verstandig zou zijn als Hilversum zich daarbij voegt, ja, dan krijg je dus een centrumgemeente in het Gooi van 140.000 inwoners. Past helemaal het regeringsbeleid met 100 plus, 100.000 plus. En dat geeft echt, dat maakt een verschil. En de gemeenteraad van Hilversum, en dat is het nieuws natuurlijk, de gemeenteraad van Hilversum heeft daartoe besloten dat zij bereid is tot fuseren met Bussum, Naarden, Muiden. Als u mij dat 3 jaar geleden gevraagd had, of als u gezegd had van nou dat wordt het, dat was ondenkbaar geweest. Ja. Dus er is heel veel gebeurd. Of het zich gaat voordoen, dat moeten we over een jaar bekijken als we hier mogelijk weer zitten. Dat gebied tussen Amsterdam en Utrecht, dat is Gooi en Vechtstreek, letterlijk, maar dat is dus ook de Stichtse Vecht. Dus dat is eigenlijk dat hele gebied, wat zeer in balans moet blijven als het gaat om natuur en om wonen en om industrie en om de media. Ja, je zou eigenlijk willen, en ik denk dat het over 50 jaar ook gezien wordt als een achterhoedegevecht, dat gewoon één regio wordt die zich verbindt met Utrecht, met Amsterdam, met Almere. Maar ja, dat is in de politiek, je kan het allemaal wel willen, maar dan krijg je in de raad vragen van ja, maar de inwoners en ja, maar dit en ja, maar dat. Dus dat ga ik allemaal niet meer meemaken, dat voorzie ik ook wel. Maar eraan werken, dat vind ik toch wel heel inspirerend hoor. Ik heb er heel veel tijd aan besteed en we kunnen ook wel wat. Want ik zie ook bijvoorbeeld het regionaliseren van de brandweer. Ja. Zo'n onderwerp waar niemand zich eigenlijk mee bezighoudt. Maar wat wel gebeurt dit jaar. En dat is voor heel veel mensen van belang. Ben je op tijd bij de brand? Is dat nou echt goed georganiseerd? Is dat lean en mean gedaan? Nou, daar hebben we stappen gezet en we zijn bij elkaar gebleven. Dus we kunnen echt wel samenwerken. Dat heb ik ook wel gemerkt. En ik denk wel eens dat inwoners, dat bewoners dat eigenlijk veel, dat die daar veel progressiever in zijn, om het dan maar zo te zeggen. Dat die dat veel belangrijker vinden. En dat bestuurders daar vaak nog eens op achterlopen. Omdat die allemaal hun eigen kleine dingetjes hebben. Terwijl ik denk, jongens, stap over je eigen schaduw heen en verbind de zaken en maak die regio krachtig. Want echt, er is natuurlijk echt ook wel, Amsterdam moet nog uitbreiden, Utrecht breidt continu uit. En waar gaat dat heen? Waar gaan die mensen stromen heen? Die komen toch richting dat Gooi, dat kan niet anders. En daar is het ook mooi wonen. Maar de GNR, het Goois Natuurreservaat, is door onze voorgangers in de jaren 30 natuurlijk ontstaan. Dat is een fantastische, visionaire blik hebben die gehad. Als dat niet gebeurd was, dan was waarschijnlijk dat hele Gooi al helemaal versteend. Ja. Nou, en daar moeten we dus, en daar moet je voor je krachten bundelen. Ja, dat kan niet anders. Ik wil graag even terug naar Hilversum. Gisteren stond in de Gooi en Eemlander uitgaan in Hilversum, hart tegen hart. Ja. Ook een pijnpunt, denk ik. Hè? Ja.
Ja. Veiligheid, uitgaan. Ja, nou, dat is echt wel een hoofdpijndossier inmiddels geworden voor mij. Een jaar geleden zat ik ook op de blaren. Toen hadden we een hoop gedoe ook gehad in 2012. Eigenlijk ging 2013 heel goed. Ook cijfers lieten zien dat het geweld naar beneden ging. Echt wel redelijk spectaculair met 10, 20, 30%. Dan is er weer zo'n weekend waar de krant opduikt. En dan is er opeens weer sprake van een geweldsexplosie. Ja. Terwijl ik heb het nagekeken, nagezocht. En ook de camera's hebben me daarin geholpen. En dan gaat het om een vechtpartij van 3 mensen bij betrokken zijn. Bij Let's Get Down, bij Gooiland, hier vlak naast. Ja. Ja, niet fijn, met een glas bier. En, nou ja, dat gebeurt dus in de horeca, waar mensen tot 3 uur 's nachts met drank en vrouwen en drugs. Ja, ik zeg het maar zoals het is, ik heb er laatst ook weer in rondgelopen. Dat gaat wel eens een keer mis. Maar dan worden wij dus op een vergrootglas gelegd. Ik heb ook in de raad daar een verhaal over gehouden. Dan ben ik weer een jaar bezig om dat imago weg op te poetsen. Hilversum loopt niet uit de pas. Ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is. Dat blijkt ook uit onderzoek. We gaan dat ook nu nog weer eens objectiveren door met een onderzoek mee te doen. Om te vergelijken met Amersfoort, Almere, Utrecht en nog een paar plaatsen. Van, loopt het nou in Hilversum echt uit de pas? Ik denk van niet. Ik weet wel zeker van niet. Maar ja, imago is maar gauw beschadigd. En ik voel me een beetje machteloos. Want wat moet ik nog meer doen? Ik heb nu camera's opgehangen. We hebben meer politie op straat. We hebben privé persoonlijke beveiliging, particuliere beveiliging neergezet. We hebben ouders erbij ingeschakeld. We doen van alles om het beter te handelen. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je toch weer dit soort invliegers. Dus ik heb ook wel, dat is wel bewustzijn. Ik heb nu voor het eerst in de raad een verhaal gehouden vorige week. Ja, er was geen pers op de tribune. Waarin ik ook de journalistiek toch wel kritisch bejegend heb. En gezegd heb dat het toch luie journalistiek is in een aantal opzichten. Dat er niet gebeld wordt van wat is er nou precies aan de hand. Maar dat alles elkaar overschrijft. Telegraaf, Volkskrant ook. Radionieuwsdienst. Die zaterdag ging het all over Nederland. Zelfs dat mijn oude moeder mij belde in Den Haag en zei, jongen, heb je het nog wel in de hand daar? Ik zeg, wat is er nou gebeurd? en dat overkomt je. Het verhaal van beeld en werkelijkheid. En dat vind ik moeilijk. Want ik ben natuurlijk van de feiten. De journalistiek houdt van feiten. En ik krijg het niet goed in mijn greep. Dat is wel een van mijn teleurstellingen van dit jaar. Dat ik nou weer eigenlijk het gevoel heb dat we weer, ook met die verhalen over discriminatie. Ja, dat, ook daarin loopt Hilversum niet uit de pas. Er gebeuren wel dingen die niet mogen. Ik ben ook in de binnenstad geweest de afgelopen vrijdag. Maar ik denk veel meer dat het het hoofdstuk is van onbekend maakt onbemind, dan nou echt op kleur. Ik denk wel dat als u zich meldt in een drukke avond waar de kroeg al bijna vol is, en u meldt zich en zegt ik wil er ook nog in, dat er dan, en ze kennen u niet, nooit gezien. U komt uit Amersfoort of uit Almere. Dat ze dan eerder denken, het is vol, laat maar zitten. En als het dan een Marokkaan is of een Turk, ja, die gaan dan lawaai maken. Die zeggen, ik word gediscrimineerd, ik wil erin. Ja. Dan zegt zo'n portier, nee, je komt er niet in. Gedoe. Maar dan word ik enorm geholpen als die mensen dan echt naar de politiebureau lopen en aangifte doen. En daar heb ik natuurlijk wel met de politie over gehad. Die moeten jullie dan ook wel opnemen. Ja. Dat gaan ze nu ook doen. Het afgelopen jaar zijn er niet of nauwelijks aangiftes gedaan. Terwijl het beeld is van in Hilversum wordt massaal gediscrimineerd. Dat is gewoon niet waar. Dus zo loop je ook wel weer tegen je eigen vak aan, je oude vak aan. Ja. Dat je denkt, jongens, beeld en werkelijkheid. Nu sta ik aan de andere kant. En nu merk ik hoe enorm cruciaal dat is dat je de feiten weergeeft en niet de beelden. Ja. Per 1 januari aanstaande gaat er een nieuwe drank- en horecawet in werking. Ik hoorde van de gemeentewoordvoerder dat de gemeente Hilversum dat gaat handhaven, streng optreedt. Terwijl je overal elders, of overal, maar in ieder geval een aantal gemeentes, ze gaan er wat soepeler mee om. Ja. Hoe staat u daar tegenover? Ik ben wel van de lijn handhaven. Ik werd het meest geprikkeld misschien wel omdat ik op het gymnasium was een paar maanden geleden. En ik zei, jongens, in een 4 HAVO of 4, nee 4 gymnasium natuurlijk. En ik zei, jongens, het is voorbij vanaf 1 januari. En dat ze zeiden tegen mij, wij zijn toch met veel meer, dus prettige wedstrijd. Toen dacht ik,
Wacht maar jongens, ik kom nog terug hierop. En, nou ja, het wordt nog wel een gedoe, hè, voorzie ik. Het is niet in één keer goed. Nee. Want, en dat is wel natuurlijk van voorbijgaande aard, want het is nu die generatie 16, 17 die kan drinken en die denkt, ja, wat zullen we nou krijgen? Na hen komt natuurlijk een generatie die niet beter weet dan dat je pas na 18 mag drinken. Dus het is van voorbijgaande aard, maar ik denk dat we de komende 2 jaar nog wel moeilijkheden zullen hebben om het echt te handhaven. We gaan het echt serieus proberen, omdat ik het ook een goede wet vind. Ik denk dat het goed is dat mensen pas vanaf hun 18e kunnen drinken. Ik zie te veel voorbeelden van jongens en meisjes die echt te jong dronken rondlopen in die binnenstad. Maar ja, de kroegen gaan ze dus weren. Die gaan de jongens niet meer opnemen. Die gaan dus de portiers gaan gewoon op 18 selecteren. Nou ja, dus we krijgen wel meer druk op de openbare ruimte. Want dan, ja, ze gaan ergens anders misschien indrinken. Ja. Ze gaan thuis indrinken. Ze gaan naar de binnenstad. We zullen echt alert moeten zijn. Maar ja, we gaan het wel doen. Want als wij het niet doen als grote, relatief grote stad in het Gooi. Ja, dan weet ik precies wat er gebeurt. Dan komen ze allemaal naar Hilversum. En de afspraak is in het district, ook in de regio, dat we het allemaal doen. Nou, ik weet niet of daar iedereen zich aan houdt. Maar dat is wel de afspraak. Dat we vanaf gewoon het eerste weekend in januari serieus gaan handhaven. En ja, we moeten zien hoe ver we komen. Dat, ja. Maar ik ga niet dus wat Katwijk, de burgemeester van Katwijk heeft geroepen van nou, ik doe het gewoon niet, want ik kan het niet. Nou, dat vind ik niet het goede signaal. Ik denk dat we ons toch moeten proberen aan die wetgeving te houden. En we hebben er ook met de horeca uitvoerig over gesproken, een aantal keer al. En die nemen het serieus. Okay. Die nemen het serieus. Dus die gaan echt ook zich daaraan houden, want ze krijgen grote boetes. Hè? Okay. Vooral de horeca krijgt grote boetes. Burgemeester, nog even vooruitkijken. Wat zijn een paar punten waarvan u denkt, daar hebben de Hilversummers de komende tijd mee te maken? Nou, ik verheug me enorm op de verkiezingen, 19 maart. Want dan kan iedereen weer opnieuw naar het stemhokje. En we krijgen een nieuwe raad, we krijgen een nieuw college. En nou ja, dat maak ik waarschijnlijk dan maar één keer mee in mijn bestaan als burgemeester. Dan ben ik dus de zittende partij. En dan komen de wethouders bij mij. En dat is toch een andere situatie dan dat jij als buitenstaander invliegt in een college. Waar alle regels al gezet zijn, waar alle rituelen al bestaan. En ja, ik stel me heel veel voor bij het... Ik wil toch nog meer werk maken van een integrale stadsbestuur dat integraal problemen oplost. En zoals van de week een afdelingshoofd, Marieke Volbers, tegen ons zei, we gaan echt naar een situatie waarin we de bal in één keer raken. En dat vind ik een hele mooie metafoor. Ja. Dus niet in 2 keer, niet in 3 keer, maar in 1 keer proberen we. Hè, dus 1 loket, we gaan in 1 keer, er is een probleem, we gaan in 1 keer proberen die bal het doel in te schoppen. En nou ja, dat kan dus met een nieuw college toch weer een heel andere situatie creëren dan we nu kennen. Ik vind het heel bijzonder dat dit college, waar we nu afscheid van gaan nemen, dat het de rit heeft uitgezeten, toch? Dat is, ja. De politieke stabiliteit in Hilversum is ongekend, want we hebben natuurlijk jaren gehad, decennia gehad van onrust en wegvliegende wethouders, colleges die vielen. Dit college heeft 4 jaar volgehouden, dat vind ik echt heel goed. Er komt zelfs een crematorium, wat niet in het collegeprogramma stond. We hebben in de Lange Straat een mooi plan gemaakt voor nieuwbouw, waar een hoop gedoe over was. De verkeerssituatie is toch echt beter. De krant heeft laatst een enquête gehouden over de onbereikbaarheid van het Mediapark. En wat was de conclusie? Dat was een voorbeeld van imago. Precies. Wat was de conclusie? Het Mediapark is heel goed bereikbaar. Ook zo'n voorbeeld van imago. Maar dat vond ik wel sterk van de krant. Ja. Want ik denk, nou, dat hadden ze ook niet hoeven doen. Maar ze kwamen ermee en ze hebben gezegd, jongens, het gaat gewoon goed. Nou, dat is voor het imago van Hilversum heel belangrijk. We hebben natuurlijk een hele belangrijke feit gecreëerd dat VARA en BNN in Hilversum blijven. Er is eigenlijk geen mooier nieuws geweest voor mij persoonlijk, ook als burgemeester van de Mediastad, dan dat nieuws. Hing toch een beetje als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. De AVRO en de TROS gaan naar het helemaal vernieuwde wereldomroepgebouw, wat er prachtig uitziet. He, dus het verhaal van de AVRO gaat naar Amsterdam, is ook allemaal niet waar. Gaan gewoon. Deel, hè? Ja, de cultuurredactie gaat naar Amsterdam, maar het grootste deel van het bedrijf blijft gewoon in Hilversum. Dat zijn wel hele fijne nieuwe ankerpunten waar we in 2014 verder aan kunnen bouwen. Voor de vitaliteit en voor de economie. He, de mediacampus zijn we mee bezig. Het Mediapark moet echt nog een slag maken om echt van een bedrijventerrein een campus te worden waar ook studenten naartoe komen.
heb ik eerder gezegd, maar dat moeten we echt nog realiseren de komende jaren. En als we die binnenstad dan ook nog een beetje opvrolijken en veilig houden, dan mag ik na 2000 dagen... Dan wordt 2014 een mooi jaar. Dan wordt 2014 een mooi jaar, dan mag ik na 2000 dagen toch tevreden. Maar we hebben nog echt wel even een paar dagen te gaan. Burgemeester Boertjes, hartelijk bedankt voor het interview. Ik wens u een hele prettige jaarwisseling. U ook. En een het allerbeste. Gezegend kerstfeest. Dankjewel. Dinsdag 24 december troffen de gemeente Hilversum en dierenasiel Krailo elkaar tijdens het kort geding dat diende in Lelystad. Na beide partijen uitgebreid gehoord te hebben, maakte de rechter kenbaar uitspraak te doen op 7 januari 2014. Op verzoek van het dierenasiel Krailo bemiddelde de rechter tussen beide partijen om de ingangsdatum van 1 januari 2014 door te schuiven naar 7 januari 2014. De dierenopvang is dus nu veiliggesteld in verband met het vuurwerk rond Oud en Nieuw. Maandag 23 december heeft het kort geding tussen zorggroep Vivium en regio Gooi en Vegstreek plaatsgevonden. Wij spraken hierover met Mariette Keizer, lid Raad van Bestuur. U had een verschil van inzicht. Welk verschil was er? Ja, Vivium Zorggroep heeft een verschil van inzicht met de gemeente over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Wij hebben de aanbesteding zo gelezen dat wij onze medewerkers konden indelen in schaal 10 met een arbeidsmarkttoeslag naar €10,80. Dat is het minimale loon wat in de aanbesteding genoemd wordt. De gemeente heeft in augustus gezegd dat wij dat anders hadden moeten lezen. Wij hadden alle medewerkers in schaal 15 moeten plaatsen. Wat is het verschil naar schaal 15?
Het verschil is, als wij medewerkers in schaal 15 plaatsen, dan gaan we de komende jaren veel meer kosten maken aan loon. En dat loopt op in een verschil naar 8,5 ton. En dat verschil, zeggen wij, bij plaatsing in schaal 15, kunnen wij op de smalle marges die er zijn, op de huishoudelijke hulp, niet betalen. En dat betekent dat wij gaan stoppen met de huishoudelijke hulp. Dat is een vrij resoluut besluit. Ja, en wij vinden het ook echt een besluit wat ons echt heel erg aan het hart gaat. We hebben 3250 cliënten, 800 medewerkers, hele tevreden cliënten die ons een 8,1 geven. Maar zeker in deze zware tijden van de ouderenzorg, waar heel veel reorganisaties gaan plaatsvinden, kunnen we het ons niet permitteren om bijna 1 miljoen verlies te draaien per jaar. Over welke huishoudelijke zorg gaat het? Het betreft hier de huishoudelijke hulp. En dat is de huishoudelijke hulp waar medewerkers van ons schoonmaken bij mensen thuis. En alles wat daarbij hoort. Dus was doen, misschien even net even helpen met een ontbijtje maken. Het gaat hier niet over verzorging, mensen wassen, met steunkousen helpen, verpleging. Daar gaat het niet over. Dat betreft absoluut niet die zorg. Die gaat gewoon door zoals wij hem nu ook leveren. Een trieste kerstavond voor de dierenambulance. Een van onze chauffeurs die moest uitwijken voor een hond. En het gevolg staat hier achter me. En de schade is behoorlijk. En ja, het is een van onze paradepaardjes, de auto. Het is de beste auto die we hebben. En we hebben er 3. Maar dit is echt de auto waar we alles mee doen en alles mee kunnen. Alles zit er ook in en op en eraan. En we hebben verder nog een auto van 11 jaar oud. Dat is eigenlijk de reserveauto die we eigenlijk alleen maar gebruiken om, als een van de andere auto's in onderhoud is, die auto inzetten. Maar hij is niet echt geschikt meer voor het werk. En de andere auto is 5 jaar oud. Ja, en met de drukte die we hebben op het ogenblik, en zeker met oud en nieuw nu voor de deur, hè, veel weggelopen honden door vuurwerk, noem maar op, ja, is dit echt een streep door de rekening, is een klap in ons gezicht. We hebben de schade gezien. Ja. Is er nog een beetje hoop? Ja, daar kan ik nog niks over zeggen. De schade is behoorlijk. We wachten nog op de uitspraak van de verzekeringsexpert. En dan ligt het eraan, ja, is de auto nog te herstellen of niet? Ja, dat moeten we afwachten. Ja, is die niet te herstellen, ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. En zeker voor de toekomst. Het is niet alleen voor nu oud en nieuw, maar zeker in het voorjaar. Dat is een van onze topdruktes. Ja, als we dan met 2 auto's, ja, en het geld voor een nieuwe hebben we niet. Dat is er gewoon, dat is er simpelweg niet. En we zijn afhankelijk van sponsoring en giften wat mensen geven en fooien die we krijgen, noem maar op. Maar ja, als het niet binnenkomt, dan hebben we echt een probleem. Want met 2 auto's kunnen we het gewoon niet bolwerken allemaal. Ons gebied is vrij groot, dus dat gaat niet lukken. We zijn dagelijks bezig en de 2 auto's, de 2 goede auto's, die zijn gewoon dagelijks aan het rijden. En we draaien 24 uur diensten, 7 dagen in de week. De auto's zijn altijd bezig. We hebben alleen maar vrijwilligers. Ze doen het allemaal met hart en ziel. Maar goed, nu dat ons visitekaartje wegvalt, ja, hebben we dus echt een groot probleem. Mensen kunnen ons ook vinden op Facebook. Mensen kunnen ons vinden op onze eigen site. www.dierenambulance Groen in Vechtstreek. Dat is gelijk aan Facebook. Ja, dan kunnen mensen ook gelijk zien, willen ze giften geven. Dan kunnen ze daar alles op vinden hoe dat te doen. Er komt steeds meer zwaar vuurwerk volgens experts van politie en EOD. Geregeld worden er illegale mortierbommen met 165 gram kruid aangetroffen. Deze hebben de kracht van 3 handgranaten. Het legale vuurwerk is zaterdag, maandag en dinsdag verkrijgbaar bij de officiële verkooppunten. En mag alleen op Oudjaarsdag vanaf 10 uur tot nieuwjaarsmorgen 2 uur worden afgestoken. De Hilversumse Meent wordt 40 jaar. Wat heeft u daarvan meegemaakt? RTI Hilversum is benieuwd naar uw foto's, video's en natuurlijk bijzondere verhalen. We willen ze graag zien en horen. Stuur ze naar meent40jaar@rtihilversum.nl. We'll be right back.
Ik ben in het kattenhuis en ik heb een afspraakje met poes Trevor. Maar waar zit ze? Hier? Nee, hier zo. Dit is Trevor. Trevor is een Europees korthaar. Ze is ruim 7 jaar oud. Haar achterpootjes waggelen als een gans. En daarom zoeken we een veilig huisje. Trevor is als een zwervertje bij het dierenasiel binnengebracht. Er was iets mis met haar achterpootjes. Misschien is ze aangereden. Gelukkig heeft ze er nu geen last van. Maar deze tijger loopt wel als een gans. Trevor kan goed met vreemde en oudere kinderen omgaan. En kan goed alleen zijn. Een huisje zonder andere dieren is, in verband met haar loopje, beter. Ze zoekt rust en veiligheid. Zoekt u een schootkat die van knuffelen houdt? Kom dan naar Dierenasiel Krijlo en haal Trevor op.